Goeiedag en welkom bij een nieuwe aflevering van Q-Time. Vandaag praat ik met Regine en we gaan praten over Passion for Essentials. Wat is Passion for Essentials? Wat ze me hier vertelt tot nu toe, wat ik weet, is dat het een online shop is. Maar als we zo direct naar haar gaan kijken, dan zien we een hele mooie displaykast met alleen maar, weet ik bijna zeker, lekkere geurtjes en kleurtjes. En het heeft natuurlijk te maken met je lekker voelen. Passion for Essentials is dus de online shop die Regine onlangs is gestart. En daar gaan we vandaag met haar over praten. Goeiedag Regine en welkom in Q-Time. Ja, dankjewel. Dankjewel voor de gelegenheid. Ja, graag gedaan. Vertel eens wat meer over jezelf. Veel heb ik niet te vertellen, maar om heel kort aan te geven, ik ben dus levenspartner van Maurice Janssen. Ik ben moeder van 3 flinke kinderen, 3 flinke meisjes. In het dagelijks leven ben ik dus eigenlijk huismoeder. En lang terug, al bijna 1 jaar, ben ik dus ook ondernemer. Duidelijk, want ik zie inderdaad een prachtige uitstapkast daar achter je. Passion for Essentials. Ik weet alleen maar niet hoe je met 3 kleine meiden ook nog tijd vindt om ondernemer te zijn of te worden. Maar vertel ons waar dat vandaan gekomen is. Nou, heel eerlijk. Die passie voor hele leuke dingen hebben of hele leuke dingen zien en alles eromheen had ik al heel sinds vroeger. Eigenlijk, toen ik op school zat. En ik heb altijd gezegd van, ik hou van leuke tassen, ik hou van leuke schoenen, ik hou van leuke alles. Trouwens, wie niet? Wie niet, ja, en, inderdaad. Ja. Dus, en ik had wel ergens heel ver in mijn hart een wens om dat uiteindelijk dus in een winkeltje eigenlijk te uiten. En eerlijk gezegd nooit gedacht dat ik de durf zal hebben en het liefst tijdens dus de pandemie. En dat is een jaartje terug. Het is eigenlijk een beetje met een triest verhaaltje begonnen. Mijn partner die werd heel erg ziek vanwege de pandemie. En ik was van, hey, ik ben thuis, hij is thuis, wat gaan we nu doen? Weet je, ik heb iets in mind en waarom zet ik dat niet op? Dus heel stiekem was ik elke avond eigenlijk bezig een plan op te zetten en zeggen van, hey, hoe ga ik dit doen? Trouwens, ik ben bezig met hoe ga ik het doen, maar hoe ga ik heten? Want ik bedoel, je komt naar voren met de naam. Oké, en dan toen begonnen we opnieuw en dan begon ik met de naam. Ik zeg, oké. Nee, en dan ga je natuurlijk even googlen en kijken van, hey, naam wat je in gedachten hebt, bestaat die al? Want natuurlijk wil je niet in clinch raken met anderen. En ik dacht, hey, als ik passie heb voor hele leuke dingen, die ik dus natuurlijk ook aan anderen wil laten zien en overtuigen om te gebruiken, waarom gebruik ik dat woordje niet? En wat voor mij essentieel is, kan ook voor jou essentieel zijn. En vooral als het iets goed is. Dus heb ik hem nou gecombineerd. Passion for Essentials. Ja, oké. Okay. En Essentials kan dus in principe alles zijn. Want naar jouw display achter je kijk, het spreekt mij aan. Ik hou ook wel van, weet je, potjes, lekkere geurtjes, dingen om te smeren. Ik hou ervan. Ja. Dus het spreekt me direct aan. En zeker ook, de mooiheid, de glans. Ik weet het niet. Het is een soort van, een soort van trigger die een kick die je krijgt als je inderdaad een rondloopt en kijkt naar mooie dingen. Hoort er allemaal bij. Ja, klopt. Ja, dus het gedeelte, dus kijk, lichaamsverzorging, als we daarbij beginnen. Ja. Je ziet het niet. Ja, maar dat heb je staan, hè? Dus dat is dat. Dat is, dat, ja, ja. Uh-huh. Juist. Ja. Maar op het moment dat je dus het aanbrengt, het gebruikt, het is gewoon een explosie van geur. Ik ben dus natuurlijk gestart met eerst het uitproberen. Uitproberen in de zin van ik begon het te gebruiken. Want ik vind wel dat als ik iets goed vind, dan dat ik die ook kan overdragen, zeg maar. Of aan jou kan aandienen en zeggen van, hey, bij mij werkt het goed, jongen. Dus ik bedoel, 8 van de 10 gevallen, weet je, is gewoon tevreden.
Dus ik ben ervan overtuigd dat je er ook tevreden zal zijn. Ja, dus je, de passion eigenlijk, ja, die ben je aan het delen, ja, met je klanten. Maar je winkeltje, ja, is dus online, hè? Dat is best moeilijk als je, ja, inderdaad lichaamsverzorgingsproducten verkoopt. Want je moet ons vertellen wat je nog meer in je assortiment hebt. Los van wat we allemaal kunnen zien nu. Maar hoe werkt dat precies met het online? Want voelen en ruiken zijn toch wel heel belangrijke factoren als je over body essentials praat. Klopt, inderdaad. Het is inderdaad dus online. En als men dus natuurlijk vraagt, kijk, wat ik wel moet meegeven is dat ik dus nu bezig ben met een merk. Het is een internationaal merk. Die toch wel mensen kennen. En dan toch weer niet. Want het biedt een heleboel aan. En inderdaad is dus dat gedeelte van ruiken best belangrijk, heb ik dus ook gemerkt. En hoe vang je dat op? Ik geef ze dus de gelegenheid dat wanneer ze echt de interesse hebben, nadat ik ze dus heb uitgelegd hoe de geur zo'n beetje in elkaar zit, om toch te komen, om toch te bezichtigen, zeg maar. Okay. Een periode terug, ja, had ik wel een uitstelling. Ik had met een vriendin van mij via de Lemonade Shop. Zij verkoopt droogbloemstukken. En zij, de Lemonade Shop was, of is gevestigd in het Kabelgebouw. En daar had ik dus een kastje neergezet. Maar vanwege reden is dat even gestopt. Maar hoe vang ik het dan op? Dus dan mee te doen met pop-ups. Ik geef daar aan van, hey, wil je dus nog heel graag zien de lijn, hoe noem je dat, kennis maken met de lijn. En toch wel weten wat de geuren allemaal zijn. Dan mag je er naartoe. En net als wat ik daarnet aangaf, als je uiteindelijk als klant toch wel heel graag geïnteresseerd bent, dan is er dus een privé pick-up point waar je dus heen kan. En dan toch wel jezelf kan overtuigen van de geur. Dit is wat je wil hebben. Oké. Heb je nog meer in je assortiment bij Passion for Essentials, behalve je lichaamsverzorgingsmerken die je promoot en verkoopt? Ja, als ik het over diensten kan hebben, is het sowieso een extra dienst dat wanneer iemand iets heel leuk ziet en zelf het niet kan laten halen, zeg maar, dan bied ik dus die dienst aan. Mm-hmm. Okay. Voor de rest is, om heel specifiek te zijn, ik leg mijn focus op dit moment heel veel op de Rituals producten. Dat is een Europees merk. En binnen Rituals zijn er een taal van lijnen, dus een taal van geuren, zeg maar. En daarnaast, omdat ik ook heel goed ervaring heb met andere merken, zoals L'Oréal bijvoorbeeld, bied ik die dus ook aan. Okay. Dus bij mij gaat het specifiek om het essentiële wat ik dus zie in een product, en die ik heel graag dus ook door een ander wil laten gebruiken, breng ik dus dat naar voren. Okay. Bied ik dus aan. Oké, en waar heb je een website of waar kunnen we je assortiment bezichtigen? Ja, online mag dat via dus Instagram, Passion for Essentials Suriname. En Facebook, dat is gewoon Passion for Essentials. Mag je gewoon doorheen scrollen. Daar heb ik dus allemaal wat ik op dit moment in voorraad heb. Of wat ik dan ook kan aanbieden, zeg maar. Want er zijn ook wel gevallen waarbij je zegt van, hey, ik ken dit, maar ik zie dat je het niet hebt. Kan je die ook speciaal voor mij laten halen? Oké, dus dat is natuurlijk heel mooi. Ja. Oké, very nice, very nice. En ga je ook uitbreiden naar, want je hebt het gehad over schoenen, je hebt het gehad over tassen. Dus dan zijn mijn oren al direct aan op scherp, begreep je? Ja, natuurlijk. Het is ieder wat wil. Ja. Natuurlijk, ik heb ook een mening. Kijk, tegenwoordig doet bijna iedereen digitaal. Of het is, hoe moet ik dat zeggen? Het is verplicht eigenlijk. Zo bijna verplicht om digitaal te gaan verkopen. En iedereen probeert wat. En het is niet de bedoeling dat we elkaar, hoe moet ik dat netjes verwoorden, aandelen, zeg maar, gaan laten verdelen. Er is voor iedereen wat wils. Dus uiteindelijk is er één focus bij mij, maar zo nu en dan, als ik zeg van, hey, kijk, dit vind ik mooi, ook voor mezelf, waarom nu ook voor jou als klant? Ja, dan doe ik het wel in mijn assortiment, ja. En voor de rest is het gewoon even aanvoelen van, hey, dit willen we toch wel graag. Is het mogelijk? En natuurlijk moet ik ook erachter staan. Dus
Daar ga ik ook allemaal op inspelen. Very nice, Regine. Passion for Essentials kunnen we dus vinden op Instagram en op Facebook. En ik neem aan dat daar ook de instructies staan over hoe mensen kunnen bestellen, betalen en hun producten kunnen krijgen. Very nice. Ik vind het heel erg flink van jou dat jij in de pandemie, ondanks de situatie met kinderen, nog steeds gewoon de energie hebt gevonden om ook als je te ontpoppen als onderneemster. Very nice. Dankjewel, dankjewel. Nee, maar dat is ook de bedoeling. Niet in alle slechte situaties moet je doorgaan met het slechte. Maar je moet toch ook wel proberen om het positieve te halen uit wat slecht is eigenlijk. Want anders ga je juist dieper de put in dan dat je eigenlijk aan het surviven bent of beter worden bent. Dus dat is voor ieder. Voor een bestaande ondernemer, voor iemand die wat wil durven en iemand die eigenlijk al gestart is, gedurfd heeft, maar misschien zegt van nee, ik twijfel, nee, niet doen. Het is, je moet gewoon doorgaan. Je moet het durven. Als je faalt, heb je gefaald, is het een lesson learned, maar voor de rest moet je gewoon. Heb je tenminste geprobeerd. Ja. Ja. very nice. Heel erg veel succes met Passion for Essentials. We gaan hem opzoeken via Facebook en Instagram. En leuke, lekkere dingen. Zo direct is het kerst, altijd tijd voor. Altijd tijd voor. Hey, bedankt. Er zat een beetje zenuwen in, dus ik hoop dat ik dat is heel goed gegaan. Toch nog een beetje goed heb gedaan. Dank je wel voor ja, het prima. Heel erg veel succes. Dank je wel. Tot ziens. Bye. Bye. Dat was het gesprek met Regine met haar nieuwste onderneming Passion for Essentials. Zij is dus de verkoper, de wederverkoper. Ze heeft dus een online shop van, zoals het zelf vertelde, een paar bekende merken, L'Oreal en Rituals. Dus die producten kunt u gewoon bij haar op haar online shop bestellen en hier in Suriname krijgen. En ook als u een speciale bestelling zou willen van iets, een product dat u zelf heel graag zou willen, dan kan zij dat ook voor u in orde maken. Dus check uit Passion for Essentials op Instagram en op Facebook. Bedankt voor het kijken naar deze aflevering van Q-Time en tot de volgende aflevering.